Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan hier bij mijn houtwinkel, de gecrashte boot op de rots. Hé, hey, wat leuk dat je er bent! Oh! Ik sta hier in de winkelvallei met een plan. Elke keer als ik hier loop, jongens, van mijn winkel naar de grote boom, zijn er twee dingen waar ik me eigenlijk een beetje aan stoor. Eén, het feit dat de boom nog geen blaadjes heeft. Maar ja, dan moeten mensen eerst dingen gaan doneren en dat doen ze niet. En twee, het feit dat het pad, zeg maar, een paar lelijke, losse dirtpadblokjes zijn. En voor de rest is er helemaal geen route naar mijn winkel, naar de sushi tent hier en naar de winkel zonder zand waar zand wordt verkocht. En vandaag gaan we één van die twee probleempjes oplossen. En dat is namelijk het pad. Ik wil daarmee gaan beginnen. Ik wil kijken of ik gewoon simpel een pad kan creëren vanaf hier helemaal daarheen. Misschien een paar leuke details hier en daar. Misschien zelfs een beetje wortels van de bomen die uitsteken. En dan ga ik ermee experimenteren. Als ik het leuk vind, dan doe ik hier misschien 4 of 3 wortels laten uitsteken. Als ik het leuk vind, wil ik het helemaal rondom de boom gaan doen. Maar laten we beginnen met dit kleine gedeelte hier. Ik heb daar al allemaal spulletjes voor verzameld, jongens. Ik heb zoveel mogelijk spullen gewoon hier in kisten verstopt. Deze hier. Kijk, hier hebben we allemaal spulletjes en hier hebben we nog een beetje extra. Ik denk dat dat wel genoeg moet gaan zijn om hier van alles te gaan doen. Een beetje een soort kleine makeover, weet je. Kapitein Knalnut zorgt voor de medemens, jongens. Kapitein Knalnut zorgt voor de winkelvallei. Kapitein Knalnut is de beste YouTuber. En weet je wat het leuk is, jongens? Kijk, grote mooie rode abonneerknop. Als je hier nu even op klikt, dan start de timelapse. Heb je erop geklikt, dan kan je gewoon geduldig wachten. Ja? Je hebt geklikt? Dan is het tijd om te bouwen! Daar zijn we weer na een prachtige timelapse waarin we best wel veel hebben kunnen doen uiteindelijk. Ik dacht dat ik alleen een simpel pad zou maken, maar uiteindelijk heb ik hem helemaal nog mooi gedecoreerd en al. Deze gaat weg hier, hoppakee. En deze gaat ook weg hier. Zo. Jongens, ik ben blij met het resultaat. Het is helemaal natuurlijk nog niet af, maar nogmaals, het is iets wat iedereen moet gaan doen. Het is natuurlijk een communityplek, de winkelvallei. En dat betekent dat ik niet de enige ben die hier moet gaan werken. En ik moet ook nog ruimte vrij gaan houden voor winkeltjes van mensen natuurlijk, want ik kan wel alles leuk op gaan vullen met terraforming zoals dit en zo. Maar ja, er kunnen er geen winkeltjes meer bij komen. Ik bedoel, hier is nog ruimte voor winkeltjes en een groot pad. En daar is nog ruimte voor winkeltjes en weet ik wat allemaal. Dus ik ben een beetje voorzichtig met waar ik wel en niet heb gebouwd. Maar wat ik wel heel graag... Oh ja, trouwens jongens, ik werd aangevallen door een paar pilletjes. Die heb ik vermoord. En nu heb ik hier een mooie vlag staan. Maar wat ik nog wel eventjes wil doen, is een paar signs pakken. Dit, zo. Dan hier eventjes dit allemaal gras weghalen, zo. Plaatsen we even simpel. Zo, zo. Even een leuk community board gaan we plaatsen. Zo, ik weet niet wat ik aan het doen ben hoor jongens. Nou trouwens, dit buitenkant moet helemaal van steen. Doen we deze prachtige joekels erbovenop. Deze in het midden, die carven we netjes uit. Trapdoors aan de onderkant, als dat kan. Hier deze op om een beetje detail te geven. Qua lief zo er langs. Moet wel gelijk mooi eruit zien natuurlijk hè jongens. Bloemetje erbij. Dan noemen we het takenlijst winkelvallei. Komt ie? Rini en Floor trap maken naar sushi tent. Oh, dan doe ik het heel even andersom. Of doe ik het heel even anders dan deze. Even één pijltje naar boven. Zo, Rini en Floor moeten een trap maken naar de sushi tent. Kijk, dat ga ik laten zien jongens. Dat is namelijk bij hun winkeltje. En ik wil niet hun winkeltje gaan aanpassen of gaan bouwen bij hun winkeltje natuurlijk. Dat is helemaal aan hun. Kijk, hier is nu de pad naartoe. Maar er is nog geen trap en ik weet niet hoe ze dat willen doen. Willen ze dat met ladders, bla bla bla. Ik wil natuurlijk niet hun winkeltje verpest zijn. Dat moet gewoon in hun leuke stijl en zo. Hallo Kat. Hallo dan, hoe is het met jou? Zijn er verder nog taken? Ja, ik heb al nog een idee. Nog een taak, jongens. Kijk, ik vind het pad al mooi van de wijze L natuurlijk. Alleen het valt nu niet meer helemaal in de stijl. Dus ik ga het denk ik niet opzetten, want het pad is leuk genoeg. Alleen het is natuurlijk niet meer het hoofdpad.
Dus misschien dat ze hem net zo dik willen hebben, maar dat is aan hun. Dus wacht, ik heb al een idee. Boselfjes, want het zijn natuurlijk de boselfjes in het noorden. Pat laat een matchen van L met een vraagteken, want ik weet het niet zeker of ze dat willen. En dan komt hij. Meneer Cowboy, winkel maken. Uitroepteken. Winkel maken. Zo, heb ik toevallig hier glow inkjet? Nee, die heb ik helemaal thuis liggen. Weet je, maakt niet uit, jongens. Glow inkjetjes, die komen er wel een keer door iemand anders op. Ik vind het helemaal prima. Er staat hier nu een leuk takenbordje voor mensen om dingen te gaan doen en zo. In de vorige aflevering heb ik mijn winkel bijgevuld. In deze winkel hebben we hier community werk gedaan. Door weer even... Dit is gewoon, weet je... Iedereen moet dit af en toe even doen. En ik ben in ieder geval blij dat kapitein Knalder dit gedaan heeft. Goed, laten we dan maar weer even naar huis gaan. Hey joh! Er zitten veel zombies hier. Twee in een boot. Daar nog. Oh mijn god, waarom zitten er zoveel zombies in mijn huis? Hallo. Hey, ga eens dood. Hoe komen jullie hier? Wat is dit? Oh, Harry. Nee, wacht. Harry. Leef je nog? Oh mijn god, als ze Harry vermoord hebben, word ik echt... Oh, wacht. Harry. Wat hebben ze met je gedaan? Harry. Harry de piraat. Hij is weer een zombie villager geworden. Harry is weer een zombie. Help. Waarom waren er zoveel zombies in mijn huis? En waarom is Harry weer... Ik vind het op zich niet erg, jongens. Nu kan ik hem weer omtoveren. En dan zijn zijn prijzen al helemaal goedkoop. Harry? Wat is dit? Je kan niet mijn paarden jatten en vervolgens om hulp vragen, zegt hij. Ja, maar wacht even. Het gaat hier even over Harry, zeg ik. Wacht, heb ik de spulletjes om dit te repareren? Waarom, ten eerste, hoe kunnen er zoveel zombies in mijn huis zijn? Dit is echt even een grote vraag voor mij. Ik heb nog de Splash Potion of Weakness. Ik heb hier nog genoeg appeltjes. En ik heb genoeg... Ah, perfect. Ik schrijf dat even op in mijn cowboystrekenboek. Oh jee, jongens. Ik hoop niet dat ik nu aan meneer KB's slechte kant zit. Oké, maak even een golden apple. Dan kunnen we hem gewoon gelijk weer genezen. Ah, weet je? Meneer Harry... Laat dit een wijze les voor jou zijn. Laat dit... Ah, je gaat me slaan. Laat dit een wijze les voor jou zijn. Dan moet je maar luisteren en gewoon goedkope deals geven. In plaats van alleen maar dure deals en alleen maar veel emeralds vragen. Oké, ik wil je genezen. Ik wil het doen. Maar je gaat me wel goedkope deals geven, jongeman. Harry de Piraat, wat een verhaallijn heeft hij gehad. Hij is gewoon weer terug veranderd naar een zombie villager. Oké, daar komt hij. 1, 2, ponk. Boom. Nou, ga jij weer even lekker trillen van de kou en weet ik wat allemaal. Dan kom ik over een paar seconden, waarschijnlijk een minuutje, kom ik bij je terug. En dan ben je genezen en is er niks aan de hand. Die Harry. Auw! Jij ook al hier. Oh mijn god, ik ga bijna dood. Scheelde niks. Ik bedoel, ik ben een piraat. Niks aan de hand, joh. Ik heb erg meegemaakt. Kom op, Harry. Je kan het. Ik geloof in je. Gewoon doortrillen. Tot je op een gegeven moment weer een normale villager bent. Hey, ik hoor een leuk geluidje. Harry, je bent genezen. En je deals zijn nog steeds poep. Nog steeds zo duur, man. Je moet mij die boekjes voor 1 emerald geven. Hoe durf je? Je bent 2 keer genezen. Hoe durf je? Jongens, heb ik dat nou helemaal verkeerd? Of hoort hij nou nu gewoon voor 1 emerald het boekje te kunnen geven? Meneer Harry, niet te geloven. Je oplichter, komt-ie. Ah, ik wil er XL achter zetten, maar dat kan niet. Harry, wat ben jij een oplichter? Echt waar? Oh, hoe kan dat, jongens? Laat even in de reacties. Hoe kan het nou dat ik hem heb genezen en dat hij nog steeds zo duur is? Waarom? Kaartje, echt, Harry. Echt waar. Ik wil gewoon goedkope fortune boekjes van je hebben. Oké, jongens. Maar goed, back to business. Wat wilde ik doen? Oh ja, ik weet wat ik wilde doen. Ik wilde kauwboontjes pakken. Dan wilde ik even wat boommeel gaan maken. Zo. Neem even wat hout mee. En dan gaan we even wat kokosnootjes kweken. En dan wil ik bij elke boom die ik hier heb, wil ik kokosnootjes gaan plaatsen. Want dat zou ik eigenlijk vorige aflevering doen, maar dat was ik helemaal vergeten. Kan gebeuren natuurlijk, maar dit ziet er veel leuker uit dan zulke kale, kokosnootloze boompjes hier. Oh, trouwens, ik weet niet waarom ik hout mee heb genomen. Ik kan het net zo goed gewoon hierop doen. Hier. Nou, kijk jongens, let op hè. Zo, dan gaan we even op deze manier gaan we heel veel kou-kou boontjes kweken. En dan kunnen we overal leuke, wat is het, kokosnootjes plaatsen. Het zijn niet echt kokosnootjes, maar het lijkt op kokosnootjes. Zo, kijk jongens, hebben we genoeg voor nu. Meer dan genoeg zelfs. Oké, waar staan allemaal mooie boompjes? Waar heb ik die geplaatst? Hier is er eentje. Boom, boom. En dan laten we gelijk groeien natuurlijk. Zo, even kijken. Hier had ik er al een. Daar moet er ook nog eentje. Zo, gaan we deze boom ook even vullen tot in hoeverre dat kan. Daar is... Moet ik daar dan de kokosnoten plaatsen? Zou ik wel een hele gekke plek vinden als hier de kokosnoot moet. Maar ja, dan maar daar. Denk ik. Gekke plek. Maar ja, hè? Beter dan niks. Jongens, deze is ook gedaan. En ik zit de hele tijd op te kijken tegen deze grote boom. Want dat betekent dat ik heel hoog de lucht in moet gaan bouwen. En dat daar kokosnootjes moet gaan plaatsen. Ik denk, wat hoor ik? Maar ik was die hele...
Ik kreeg helemaal zo'n schrikkerig gevoel door mijn lichaam. Ik denk, wat hoor ik ineens? Maar dat is die kameel. Die heb ik vorige aflevering natuurlijk gestolen. En ik was het al helemaal vergeten. Ik dacht alleen nog aan die paarden. Oh mijn god, ik schrok hem helemaal kapot, joh, die kameel. Oké, kauwkauwboontje. Pop, 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 hoppakee. Dan hier doen we er ook één. Hier. Zo, mooi. Dan, even aan de andere kant, wil ik ze ook plaatsen. Hier dan maar eentje. Hier. Dan groeien gewoon heel veel kokosnoten in deze boom. Ah, kijk. Hier en hier. Prachtig, toch? Ja, prachtig. Zeker goed. Klein detail. Was ik meerdere keren vergeten. Ik zag er al honderden comments over. Max, plaats nou een keer die stomme kokosnoot in. Oh, maar god. Dit is zo'n goed detail. Dit besef ik nu pas. Oh, die is wel verkeerd geplaatst. Die moet weg. Die. Oh, wat irritant. Maar ik vind het niet mooi. Maar dit bijvoorbeeld. Kijk hoe goed dit eruit ziet. En die daar en die daar. De kokosnoten misten echt nog. Maar die moet weg. Die ziet er niet uit. Die ene. Ah, man. Hier komen kokosnoot. Hoppa. Oh. Ik was wel heel enthousiast. Weet je, jongens, ik heb een goed idee. Die stomme Harry, ik zit de hele tijd, zeg maar, ik was met de kokosnoten bezig, maar ik voel me nog steeds verraden door Harry. Oh ja, Harry is lekker in bed gaan liggen. Want ik snap het niet. Je zou echt, als je een villager helemaal repaired, zoals dat vanaf zombie villager naar normaal, dan zou die je gewoon weer goede deals moeten geven. Althans, dat kan ik me echt herinneren. Dus weet je, ik heb ineens echt een heel goed idee. Kom maar hier, paardje. Zo, je mag eruit. Kom maar. Ik heb hier een prachtig nieuw hok voor je gebouwd. Ga hier maar in. Kom maar. Zo, hoppakee. Dat is mooi. Stap maar in de boot, Harry. Kom maar. Erin. Nee, in de boot. Niet terugtrekken nou. Nee, je gaat gewoon die boot in. Ja, goed zo. Gaan we even op een klein avontuurtje met z'n tweeën. Weet je wat het is, Harry? Het had gewoon niet zo hoeven lopen. Maar jij wilde gewoon die stomme deals van jou niet verbeteren. Hier, dan gaan we een keer om. Achteruit. Keren we even langzaam zo het hok in. Hoppakee. Zo. Slopen we dit ding. Slopen we die. En dan maken we deze open. Dan kunnen we wel nog met je dealen wanneer we willen. Hoppakee. Dit is je eigen schuld, Harry. Dit is echt je eigen schuld. Ben je al beter nu? Nee, nog steeds niet. Weet je? Hij blijft er even in hangen tot hij bij zinnen komt. Tot hij gewoon weer door heeft. Weet je? Ik heb inderdaad gewoon slechte deals gegeven aan kapitein Knalnut. Ik heb inderdaad niet goed mijn best gedaan. Ik moet gewoon die betere deals geven. Maar hij heeft me 2 keer genezen van Zombie Villager. Dit is je straf gewoon even tijdelijk, oké? Harry de Piraat zit momenteel opgesloten. Hoppakee. Zo, Harry de Piraat zit momenteel opgesloten. Voor mensen die hier komen en denken... Hé, waar is Harry? Leeft hij niet meer? Bla, bla, bla. Harry de Piraat zit op het moment opgesloten in de kooi. Ik ben wel bang dat hij daar niet heel veilig is voor monsters en andere wezens. Dus misschien dat ik dan toch de kooi dicht doe. Ik ben bang dat hij anders doodgaat. En dat wil ik niet, dat wil ik hem niet aandoen. Dat misschien een skeleton of iets hem aangevallen. Of ik weet niet of dieren dat doen. Maar in ieder geval... Harry, je zoekt het maar even uit. We hebben al zoveel piraten dingen gedaan. Harry, hier de sheriffpaard van meneer KB. Dan hebben we hier de kameel van René en... Oh, die staat ook toevallig op. De kameel van René en Floor. En dan hebben we daar nog een paard van KB die we hebben gestolen. We zijn goed aan het plunderen hier en daar. Ik ben er heel blij mee. Ik ben helemaal tevreden. Nou, jongens. Terwijl wij hier rustig op mijn boom zitten, wilde ik eigenlijk naar bed gaan. Want het is inmiddels, zoals je ziet, 1:15 s'nachts. Maar toen besefte ik niets. Ik was een paar comments aan het lezen. Ik was vooral comments aan het lezen over hoe ik mijn winkeltje moest gaan noemen. Ik kreeg dingen zoals hout voor goud. Die vond ik heel leuk. Omdat ik natuurlijk een piraat ben. Ahoy winkel. De hout met historie. Er waren zoveel namen waren voor de houtwinkel gedaan. Maar toen zag ik in één keer de reactie. Max, je bent een piraat. En je hebt nog geen schip. Ik denk, ja, dat klopt. Weet je, mijn schip die ga ik bouwen. Dat komt allemaal goed. Maar dat jullie het weten. Terwijl jullie deze video kijken, ben ik in Griekenland. Dus ik heb helemaal geen tijd om een schip op het moment te bouwen. 17 augustus kom ik terug van vakantie. En dan wil ik gelijk gaan beginnen met het schip. Maar in dezelfde reactie stond ook nog. Je hebt geen schip. Maar je hebt ook geen papegaai. En een echte piratenkoning heeft gewoon... Dat noem je kapitein trouwens. Heeft gewoon een papegaai. Dus wat wij doen, de zon gaat onder. Wij gaan nog heel even snel hier slapen. Als het kan, moet je even wachten tot de zon helemaal onder is. Zo, dat is ook weer geregeld. Dan pakken wij een bootje daar. Oeh, ik moet wel zaadjes... Oh nee, dan moet ik weer naar boven. Pakken wij even zaadjes hier. Hoppakee. Springen wij in een bootje hier. Hoppakee. En dan gaan we even snel op pad om een papegaai, misschien 2, te regelen. En dan kunnen we die leuk hier neerzetten. En dan moeten we er ook eentje op een schouder hebben, want we zijn tenslotte een koning. Of koning, wat zeg ik nou? De kapitein! Geen koning. Koningen zijn slappe mensen, piraten zijn cool. En zoals je kan zien, jongens, we zitten hier even op de map te kijken van het continent van Content Veen. Kijk, meneer KB is ook online. Hier ben ik op het moment. Dit is zeg maar mijn basis. En als we dan hier zo langzaam om het schiereiland heen gaan, helemaal naar dit kleine eilandje hier, dan is dit een jungle-eiland. En ik hoop dat ik daar stiekem een papegaaitje tegenkom. Ik zie ook dat ik wat meloenen daar kan hakken. Dus laten we snel die kant op gaan. En nogmaals hopen op een papegaaitje. Oh, het is echt ver. Het is echt verder dan verwacht. Op de map ziet het eruit alsof het helemaal niet ver is. Maar ik ben echt al een tijdje aan het varen. Oh, we zijn er. Maar wat ik wil zeggen is, als het er niet is, als er geen vogeltjes zijn, ben ik helemaal voor saus deze kant op ga. Ja, dan kunnen we bamboe hakken. Dan hebben we op zijn minst nog bamboe. Dat is al heel wat.
Maar het was echt nog best wel een stukje varen. Ik zie er al gelijk één. Oh, en hij is rood. Dat is de perfecte kleur die wil ik hebben. Deze wil ik hebben. Kom hier. Ja. Zaakje, 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 zaakje. Jee, mijn god. Hallo, terugkomen hier. Volgens mij heb ik hem. Ja, we hebben hem. Jongens, nu zijn we pas een echte piraat. We hebben gewoon een vogel op mijn schouder. Oké, maar ik wil er misschien wel meer hebben. Gewoon een paar neerzetten als decoratie, weet je? Worden ze gewoon... Een panda. Ja, jij gaan we niet meenemen. Daar heb ik echt geen zin in. Panda's zijn leuk, maar je hebt er zo weinig aan, weet je? Dus dan hoef ik hem ook niet. Oké, laten we hier ook even plunderen, jongens. Nemen we dit allemaal even mee, deze mooie meloentjes hier. Een blauw vogeltje. Jou gaan we ook meenemen. Kom eens hier, jongeman. Ik heb lekker voor jou heel veel zaadjes. Eet het even... Ja, iets anders even allemaal op, hé. Gierige poepvogel. Oké, we hebben er twee. De rooie is voor op mijn schouder. Dat is de eerste die we hebben gevonden. Ik zie er nog één. Maar het is nog een rooie. Hoe ga ik die... Oeh, dan moet ik wel het onderscheid tussen ze kunnen vinden. Hier komen. Niet weg. Nee. Jongen. Kom terug. Ja, jij bent ook van mij. Hebben we twee rooie, één blauwe. Er zijn genoeg vogeltjes hier, jongens. Ik was nog bang dat ik geen vogeltjes zou vinden. Wacht, neem ook even bamboe mee, zo. Ja, meer dan genoeg. Even kijken hoor. We hebben er drie. Maar meer zou altijd leuk zijn. Jezus, wat een bamboe hier, hé. Heb ik alle vogeltjes al gevonden? Zijn het er maar drie op het eiland? Want ik wil er geen achterlaten. Dat vind ik zielig. Ik wil ze wel allemaal gelijk meenemen als ik ze meeneem. Ga ik ze een beter leven geven? Althans, dat twijfel ik of ze een beter leven krijgen. Maar ze krijgen een interessanter leven. Weet je? Ook niet eens. Ik gun ze gewoon een leven. Terwijl ze die al hebben. Moet ik geluidjes gaan maken? Gewoon. Nee, dat is voor katten trouwens. Dat is niet voor vogeltjes. Ik denk niet dat dat echt vogels. Ja, ik denk dat ik ze allemaal wel heb, jongens. Ik denk dat drie wel prima is ook. Is leuk. Dan hebben we de drie musketiers hebben. Ja, de drie musketiers, dat zijn jullie. Maar dan de piraten. De drie piraten musketiers. Nou, waar is mijn boot? Die is hier. Hoppakee. Die gaan er op mijn schouder. En wie moet vliegen? Eentje van de drie moet vliegen. En de andere twee kunnen gewoon op mijn schouder zitten. Gaan er twee rooien op mijn schouder zitten? Ik denk het wel. Ze komen eraan. En ze zijn ready voor. Oeh, wat zijn ze aan het doen? Komen ze? Komen ze? Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kan dat niet? Kom maar. Heen. Kom op mijn schouder, jongens. Kom maar. Oh, wat zijn doen ze moeilijk. Oh, de blauwe komt eraan. Dat kan ook. Jongens, jullie zijn echt met z'n drieën echt een stelletje klungels. Kom op. Stap nou even op mijn schouder. Ja, dat is één. En dat is twee. Nou, dan ben jij helaas... jij moet vliegen. Oh, je gaat gewoon op de boot zitten. Werkt dat? Helaas niet. Ga je vliegen? Ik, weet je, ik ga wel vast. Ik zie je ooit wel een keer verschijnen bij mijn eiland. Dat komt goed, daar gaan we. Nou, dat vind ik zo sneu. Kijk nou, kijk hem achterblijven. Hij moet de hele tijd pokken uit die vliegen. Ah, weet je, niet mijn probleem. Is piratenleven, risico of wat fuck. Kijk dit nou, kijk me zitten hier. Dit vind ik echt leuk. Dit vind ik echt leuk. Gewoon met die vogels op mijn schouder. Vraag me af of we dat derde vogeltje ooit nog terugzien, jongens. Dat vraag ik me echt af. Hé, hey, een monument. Oh, oké. Okay. Gaan we nu niks mee doen? Maar het is wel leuk om een keertje te gaan raiden. Als we misschien een groepje mensen erheen gaan, dan gaan we helemaal leegroven. Ik weet alleen niet wat je eraan hebt. Mooi, die blokken. Ja, die blokken gebruik ik eigenlijk toch nooit. Wat doe jij hier op zee? Ik ben letterlijk gewoon aan het varen en ik zie je in één keer erbij. Wat doe jij hier? Je bent midden op zee, man. Nou, trouwens, dat is gelogen. Hij is best wel dicht beland. Ik wilde jullie gewoon even. Ik dacht misschien is het grappig om dat te zeggen. Maar dan ben ik aan het liegen. Maar daarentegen, ik ben een piraat. Ik mag liegen. Succes op de open oceaan, bijtje. Ik hoop dat je het. Waar ben je? Oh, ik zie je niet meer. Ik hoop dat hij het overleeft. Oké, weer veilig. Het is altijd fijn om thuis te komen, jongens. Het is altijd veilig thuis te komen hier. Ik voel me altijd fijn onder. Hoppakee. Vogeltjes, welkom in jullie nieuwe basis. Welkom in jullie huis. Kijk goed om jullie heen. Ik vind het leuk als je, zeg maar, met je hoofd draait in Minecraft zoals dit. Dan kijken die vogeltjes gewoon. Ik zie je. Die kijken gewoon precies mee waar je heen kijkt. Als je naar boven kijkt, kijken zij naar boven. Als je naar beneden kijkt, kijken zij naar beneden. Ze zijn altijd geïnteresseerd in waar jij ook geïnteresseerd in bent. Oké, dan moet ik even denken. Waar ga ik ze plaatsen? Ik denk dat ik er eentje hierop wil plaatsen. Hierop als dat kan. Nee, jij niet eigenlijk. Ik wil die blauwe daar. Jou wil ik gewoon op mijn schouder hebben. Jij met het vogeltje dat meegaat op avontuur. Daar. Nou, dat is een beetje een gekke plek. Daar vlieg je. Dat mag. Daar vind ik helemaal prima. Ga zitten. Hoppakee, leuk plekje voor je zo midden op de farm. Helemaal dikke prima. Kijk, hij zit daar goed. Hij kijkt wel met zijn kont deze kant. Dat vind ik wel jammer. Wacht, kan je even... Wacht, draai even om. Nee, niet weg. Oh, het is verpest. Ja, perfect. Prima, goed genoeg. Weer helaas alleen net dat je de verkeerde kant op kijkt. Maar dat maakt niet uit. Kijk, nu als ik, elke keer als ik hier loop... Oh, hij draait zich om, joh. Kijk, dit is toch leuk. Kijk hem nou zitten daar. En deze doen we leuk op mijn schouder. Moeten ze wel nog even namen geven. Wacht. Welkom in de slaapkamer, vogeltje. Ik ga even een naam geven. Volgens mij heb ik nog één nametag hier toevallig. Ja, kijk hier. Gaan we via het poepluik naar beneden. Zo. Hoe gaan we hem noemen? Dit ene vogeltje. Mijn naam is natuurlijk in de game Kapitein Knalnut. Dan is dit Kapitein... Kapitein Snavel natuurlijk. Hoppakee. Waar ben je, Kapitein Snavel? Hallo? Ben je nog boven? Volgens mij is hij nog... Ja, daar is hij. Kapitein Snavel. Kijk, is dat nou een gele naam? Heeft, of is dat... Huh? Zijn naam lijkt wel geel. Nou, prima. Kapitein Knalnut, welkom. Ik vind het leuk. Kapitein Knalnut gaat mee op avontuur. We gaan zorgen dat hij niet doodgaat. Maar dan moet hij niet in de weg vliegen, want dan sla ik hem waarschijnlijk per ongeluk dood.
Ja, nu al ja. Wil je liever thuis blijven? Is dat het? Nee, dat kijk, dan knikt hij weer geen ja. Dus je wil wel mee op, hij wil wel mee op avontuur waarschijnlijk. Ik vind het helemaal prima. Hier krijg je een zaadje. Oh, weet je? Nee, zo. Ik zet hem voor nu, zet ik hem heel even hier, jongens. Dan mogen jullie bepalen. Moet kapitein Snavel meegaan op avontuur? Of moet kapitein Snavel gewoon veilig hier thuis zitten waar hij niet dood kan gaan, als het ware? Jij moet ook nog een naam hebben. Alleen ik heb nog geen name tag voor jou. En het derde vogeltje, jongens. Het derde vogeltje zal voor altijd herinnerd worden als een heel lief vogeltje. We zullen hem missen. Hij zal niet vergeten worden. En wie weet zien we hem ooit nog terug. Oké, we hebben bamboe. Dat is nieuw. En we hebben meloenen. Oké, dan wil ik de bamboe wil ik nog niet gaan gebruiken. Dat vind ik een beetje rommelig altijd. Maar wat we wel kunnen doen, is deze meloenen even blokken van maken. Want deze die passen echt perfect in mijn basis hier. Dat is het enige wat ik echt nog miste voor mijn gevoel. Gewoon een paar meloenen hier en daar. Kijk, hier in de farm bijvoorbeeld miste ook gewoon nog een meloen. Als ik nou gewoon hier een leuke meloen plaats. Zo. Hier nog een meloentje. Zo. Hoppakee. Ja, dat is toch leuk? Die miste echt nog. Wacht, deze weg. Hier. Hoppakee. Oh, dan heb ik het verpest. Nou, maakt niet uit. Hier nog een meloentje. Dan beneden hieronder plaatsen ook een paar meloenen. Gewoon hier een meloen. Hier een meloen. En hier ook een meloen. Vind ik gewoon een leuk blok om hier en daar te plaatsen, jongens. Een meloentje gewoon. Oké, kapitein Snavel. Welkom. Gezellig dat je er bent. Een niet genaamd vogeltje. Leuk dat jij er ook bent. Jongens, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Het is inmiddels 2 uur 's nachts. En ik zit hier met vogeltjes te praten. En verdrietig te zijn over dat een derde vogeltje het niet gehaald heeft. En met meloenen te plaatsen. Soms vraag je echt af, wat ben je nou allemaal aan het doen? Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind seizoen 3 tot nu toe, jongens, vind ik zo een ongelooflijk leuk content veenseizoen. Laat even weten in de reacties wat jullie er tot nu toe van vinden, want ik vind het echt geweldig. Als ik terug ben van mijn vakantie naar Griekenland, wil ik het schip gaan bouwen. Dan zit ik eraan te denken om te beginnen met gewoon een groot schip gelijk, want ik wil hier natuurlijk dat grote schip uiteindelijk hebben. Of ik ga juist een kleiner schip daar bouwen, want daar wil ik uiteindelijk ook een schip hebben. En ik denk dat ik dat eiland een beetje wil gaan omtoveren. Dat daar een groot schedel is en dat daar dan mijn netherportal is en misschien een grote schatkamer en weet ik veel wat allemaal. Maar daar wil ik uiteindelijk een soort doodshoofd creëren. Waar we dan... Dat lijkt mij heel leuk gewoon. Maar ik twijfel om gelijk een grote boot te bouwen als ik terug ben van Griekenland. Of om dat te doen. Daar een klein schip te bouwen. En voor jullie informatie. Ik ben naar Griekenland vanaf 4 augustus tot en met 17 augustus. Dus het moment dat je deze video kijkt. Of ben ik al terug of ik ben er nog. Maar vanaf 4 augustus tot en met 17 ben ik in ieder geval weg. Maar er komen er wel gewoon nog steeds video's online. Want net zoals deze video. Goed, dan wil ik nog heel even langs het winkelvalleitje om wat eten te kopen. Want dat is als het goed is weer helemaal op. Ik ga geen meloenen eten. Want als je meloenen eet komt er letterlijk maar 1 hongerdingetje bij. Dus dat gaan we niet doen. Nemen we even de prachtige diamond mee. Nou, ik neem wel wat meer diamonds. Ik neem ze gewoon even allemaal mee. Wat hebben ze in de aanbieding? Het eten wordt elke dag vers bereid. Dat vind ik wel echt leuk. Oh, ze hebben pompoentaart. Oh, oké. Hey, dit oplichting. 31 in plaats van 32. Deze wil ik hebben. Pompoentaart, jongens. Die nemen we mee. Dit vind ik een goeie. En dan mis ik eigenlijk nog 1 klein dingetje, jongens. Ik wilde eigenlijk de video al gaan afsluiten. Toen dacht ik doe mijn diamonds wel even snel aan mijn ender chest, weet je. Maar ik heb helemaal geen ender chest. Volgens mij heeft niemand nog een ender chest. Dus laten we even een ender chest maken. Maar daarvoor moet ik wel een enderman vinden. En die dan zien te doden. Wat heel simpel is natuurlijk, want ik heb een enderpearl nodig. En blaze rods. Oh, blaze rods is wel weer een probleempje. Misschien dat mensen wat blaze rods over hebben. Of heb ik nog 1 blaze powder? Als ik nog 1 blaze powder heb, dan komt het helemaal goed uit. Eerst even mijn diamonds veiligstellen. Zo, heb ik niet toevallig al een enderpearl? Nee, maar wel een blaze powder. Oké, helemaal top. Want ik heb natuurlijk een eye of ender nodig. Dus laten we... Ik heb volgens mij ben ik nog geen 1 keer een enderman tegengekomen. Wat is dit nou? Besef ik echt nu pas. Volgens mij spant in de biome met die blauwe bomen... spannen daar de meeste endermans. Dat weet ik niet zeker... Ze spannen natuurlijk ook gewoon in de normale wereld. Maar ik heb geen zin om daarop te wachten. Of helemaal mines in te gaan en eentje toevallig tegen te komen. Volgens mij in die blauwe biome spannen de meeste endermans. Maar dat weet ik niet zeker. Oeh, jij bent... Oh, ik ben mijn armor vergeten aan te doen. Niet slim. Niet slim. Ik had mijn armor aan moeten doen om naar de nether te gaan. En blokken mee moeten nemen op zijn minst. Oeh, we kunnen gelijk even mijn schep repareren als ik hier gewoon even dit soort dingen ga hakken. Oh, gelijk een enderman. Het is letterlijk, ik kom hier aan en we vinden gelijk een enderman. Wacht even hoor. Gaan we even een klein... ik heb meer steen nodig. Zo. Hoppakee. Klein platformpje hier bouwen. Zo. Kom hier, jongeman. Dan kijk je in je ogen aan. Ja, oh nee. Je bent boos op me. Oh nee. Dat is vervelend. Ah. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Nee. Ik dacht dat ik veilig stond. Ik dacht echt dat ik veilig stond. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat mijn platform groot genoeg was en ik ga alsnog dood.
Oh mijn god, vergeet weer mijn armor. Nou, ik heb geen armor nodig, jongens. Niks aan de hand, niks aan de hand. Hoe kan dat nou? Ik dacht echt dat ik veilig was. Maar blijkbaar moet je dat platformje even wat groter bouwen. Niks aan de hand, jongens. Helemaal niks aan de hand. We zijn er alweer bijna. Zou de Enderman nog boos zijn? Hij heeft me al vermoord. Ik bedoel, alle reden om boos te zijn zou technisch gezien weg moeten. Ik bedoel, straf heb ik uitgezeten, weet je. Misschien is hij... Oh, hij is waarschijnlijk gedespawned. Natuurlijk is hij gedespawned. Nou, spulletjes hebben we weer niks aan de hand. Ik had niet zoveel bijzonders bij me. Het zou zonde zijn van de taart als ik die kwijt was. Maar ik moet wel een nieuwe Enderman vinden. Hoe stond ik niet veilig onder dit platformpje? Wat een oplichting. Wat een oplichterij. Man, als het nu ook lang gaat duren voordat ik nog een Enderman tegenkom, heb ik echt mijn kans gewoon verspild. Heb ik echt letterlijk... De kans die ik had is gewoon weg. Ja, nog eentje. Oké, nu gaan we het goed doen. Nu gaan we het goed doen. Ja, nou, kom dan. Nu kan je letterlijk niks meer, hè? Nee. Nu heb ik het eenmaal voor je verpest. Drop alsjeblieft af een Enderpearl. Of twee, of zo. Ja, perfect. Perfect, jongens. Nou, snel weer terug gaan, want meer hebben we hier niet te zoeken op het moment. Oké, jongens, ik kom erachter dat de saturation van pompoentaarten helemaal niet heel goed is. Oftewel, je hebt telkens weer honger, weet je. Met vlees in Minecraft blijft je honger lang weg. Maar met pompoen... Ga eens van mijn netbord, wacht. Met pompoentaart blijkt het dus dat je de hele tijd honger hebt. Heel irritant. Dus geen goede aankoop. Maar wel een leuke keer wat anders. Oké, dan maken wij een Eye of Ender. Helemaal top. Dan nu, dan stoppen we die even hier. Heb ik obsidian nodig. En dat heb ik er nog maar eentje van. Dus laten we even een bucket pakken. Even wat lava ergens zien te hakken. Of lava zien te hakken. Lava naar obsidian zien te maken en dat dan hakken. Kijk, dit is mijn favoriete obsidian poeltje, jongens. En tegenwoordig hebben we gewoon een enchanted pickaxe. Waardoor het twee keer zo snel gaat. Normaal stond ik hier echt gewoon een uur lang voor mijn gevoel in ieder geval obsidian te hakken. Maar nu hoeft dat niet meer. Lekker makkelijk, zo. Oké, ik heb een crafting table meegenomen. Want als het goed is, kan ik nu gewoon gelijk zo... Hoppakee, in de ender chest plaatsen. Verkopen. Kopen. Craften. Jemig. Snel terug naar huis. Oké, dan gaan we de eerste ender chest wil ik gewoon thuis plaatsen. En dan wil ik het daarna in de toekomst wil ik... hoop ik op zijn minst dat mensen ook ender chests gaan plaatsen in de winkelvallei. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Dat zou erg chill zijn, want dat betekent dat ik gewoon telkens met mijn spullen heen en weer kan. Dus wat we dan doen is de ender chest even mooi... hier plaatsen. Dan haal ik de diamonds eruit. Een stek ijzer ook. En die stoppen we dan hierin. Zo. Maakt niet uit waar ik ben, heb ik die altijd bij me. Weet je, dat is handig. Ik ben tevreden, jongens. Ik ben tevreden. Laten we even slapen. Gaan we weer op de boom zitten. En dan ga ik nu wel de video afsluiten, jongens. We hebben uiteindelijk best wel wat progressie kunnen maken. We hebben een hele winkelvallei hebben om kunnen bouwen en om kunnen toveren tot een iets mooier gebied. Dat was aan het begin natuurlijk nog niet heel mooi. We hebben een vogeltje geregeld. We hebben Harry straf gegeven, want die was blijkbaar weer een zombie villager geworden. We hebben een ender chest, jongens. Ik ben tevreden. Helaas niet heel veel bouwprogressie aan de basis, maar dat komt nogmaals omdat ik in Griekenland zit. De volgende video wil ik wel weer wat progressie maken aan mijn basis en vanaf de 17e kunnen we gaan beginnen met het bouwen van een mega groot schip. Maar voor nu, vond je de video nou zo leuk? Ben je nou geabonneerd? Heb je nou de video geliked? Kijk dan zeker even deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je helemaal up-to-date. En dan nu spreek je later glaasje water. Viva Lesbiet, tot de volgende keer. Brrr, 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 brrr.